Want burgemeesters willen maatregelen om jongeren weg te houden bij messen. Ja, verschillende oproepen van burgemeesters deze ochtend in de kranten. Onder meer van Charlie Abtroot van Zoetermeer. Die zegt tegen de Telegraaf dat hij wil dat ouders kunnen worden gestraft voor wandaden van kinderen. Het gaat dan om kinderen die met messen op straat staan. Zo zien we dat ook in beelden van Danny op straat. Waarin hij dus kinderen van een jaar of 13 filmde. Hier met maskers op. Die met keukenmessen en soms zelfs met echt hele bijlen de straat opgaan. Mensen bedreigen en soms als het misgaat ook echt verwonden. Nou, krankzinnig natuurlijk dat dit gebeurt. Abtroot die liep afgelopen weekend mee met de politie in zijn stad. Hij zag toen met eigen ogen hoe het mis kon gaan. Er zijn ook twee jongens van 15 opgepakt afgelopen weekend. En hij zegt nu, ja, die jochies die raken gewoon niet onder de indruk van een strafje bij halt. We moeten die ouders aanpakken, want zij zijn degene die ervoor verantwoordelijk zijn wat hun kinderen doet. En hij zegt dat ze dus ook echt verplichte hulp moeten kunnen krijgen bij opvoeding. Maar ook bijvoorbeeld een hoge boete en anders zelfs een taakstraf voor de ouders dus. En dan ook een oproep in het AD. In een open brief roepen Voort van Oosten van Nissewaard en Annie Attema van Ridderkerk op om ook die problemen met die jongeren met messen aan te pakken. Zij pleiten ervoor dat minderjarigen niet meer met een mes over straat mogen. Op dit moment is dat niet strafbaar. De vraag is een beetje natuurlijk, hoe werkbaar is dat in de praktijk? Ja, om eerst even over dat eerste plan door te praten, meneer Elian. Ouders straffen, een taakstraf als de kinderen foute dingen doen. Ik denk dat iedereen die deze beelden ziet, die denkt, dit is bizar dat kinderen met zulke messen rondlopen. Maar ouders straffen, is dat een goed idee? U bent zelf ouder? Ik denk niet dat het een goed idee is. Ten eerste denk ik niet dat het niet zozeer met de ouders heeft te maken. Maar je moet breder kijken, wijk, sociale en economische omstandigheid waarin die kinderen verkeren, scholen. En ten tweede, wat kunnen ouders doen? Kijk, dat is anders wanneer ouders uit een criminele milieu komen of dat bevorderen. Jazeker, dan kun je hen zelfrechtelijk aansprakelijker stellen. Nou ja, wat kunnen ouders doen? Ouders kunnen beter op hun kinderen letten, toch? Dat is iets anders. Dan hoef je niet het strafrecht in te zetten. Dan kun je bijvoorbeeld verplichten ouders dat ze hulp krijgen bij opvoeding van kinderen. Als zij niet de controle hebben over opvoeding, dan kunnen ze hulp krijgen. Ik snap het sentiment van Arsene. Maar ik denk wel dat als ouders in toenemende mate, en we zien hier zo vaak van dit soort berichten, en dit is werkelijk, gaat alle perken te buiten, voortdurend aantonen dat ze hun kinderen niet onder controle hebben, dan gaat op een gegeven moment de verantwoordelijkheid naar de staat. En die kan die niet nemen. Dus dan moet die weer terug naar die ouders. Dus ik snap Charlie Abtroot en de andere burgemeesters die net in beeld waren, die snap ik heel goed.